We gaan ondertussen beginnen aan ons interview. En dat gaan we doen door Joris een microfoon te geven waarmee hij alles kan vragen aan Kathleen. Wat zijn hartje maar begeert. Maar Joris, hou het beleefd. Hè. Zullen we zeker en vast doen. We zagen haar in 2012 in vele gedaantes op de planken. Onder andere als de marginale Marina in Bingo 1 en 2 als lid van de Bottle Care. En onlangs nog toonde ze haar muzikale talent tijdens de musical Nonsense. En ook tijdens Levensloop deed ze een heel mooi, of songs een heel mooi, een emotioneel nummer. Heel veel kwaliteiten, heel veel talenten. Daarom nodigen we haar graag uit hier bij Trudeau FM. Welkom, Kathleen Smolders. Fijn dat ik hier ben. Gelukkig nieuwjaar nog aan iedereen. Dankjewel. Dankjewel. Kathleen, 2012 was voor jou al, denk ik, toch een topjaar op gebied in theater. Hoe is het eigenlijk allemaal voor jou begonnen? Het is zeker een topjaar geweest, absoluut. En het is heel lang geleden begonnen. Dat klinkt bijna als een sprookje. Hè? ik ben heel vroeg, pan in de humaniora, met Dixie begonnen en dan voordracht. Dus Bea Duchateau, mijn medespeelster of tegenspeelster bij Bingo, hè, was mijn leerkracht. En dan heb ik ook toneel gedaan. Dus allemaal hier in de muziekacademie. Dus we spreken nu echt al van een tijdje geleden. En dan ben ik als 17-jarige bij de groep Postas begonnen. Omwille van mijn werk ben ik naar Duitsland gaan wonen. En bij het terugkomen in België, dat is 97 geweest denk ik, ben ik weer bij Postas begonnen. En eigenlijk is dan de laatste 3-4 jaar denk ik echt wel de ballen aan het rollen gegaan. Via de Bottle Care mee kunnen, als eerste in de groep mee kunnen zijn, daarmee opbouwen. Heel fijn. Dat was een hele fijne tijd, nog altijd trouwens. Want we gaan dus nu voor het vijfde seizoen. Er is Truus Truc geweest, er zijn carnavalliederen geweest. Ik heb 2 jaar vorig jaar en het jaar voordien ook het carnavallied ingezongen. Wist ik zelf dus nog niet. Ik zorg voor nieuwtjes vandaag. Dat waren geen toppers, want ik heb spijtig genoeg niet gewonnen. Maar het waren wel heel leuke liedjes, geschreven door Willy Dubbelijn, zoals altijd. Heel fijn om dat te mogen meemaken, om in een studio te mogen gaan zingen en een plaatje, een cd'tje te maken. De bal is echt wel het laatste jaar of het laatste vorige jaar zo op zijn beste punt gegaan. Ja, ja, en dan nu met de Roxy. Heel veel producties gespeeld de laatste 2 jaar. Roxy bestaat 2 jaar. Je bent nu ook lid gaan uitmaken van het Limburgs Amusementstheater. Kan je dat even uitleggen? Wat is dat precies? Wel, het is een onderdeel van het systeem van de Roxy, van het hele entertainment daar. Zij hebben ook houten kop, ze doen van alles. Ik bedoel, dat is gekend. Na Bingo en zeker het succes van Bingo 1 hebben ze ook beslist om dat in een kader te gieten. En dat is het Limburgs Amusementstheater geworden. Waar dus verschillende dingen onder gebeuren. Zoals ook Christophe, zoals ook het... Ik ben even de naam kwijt. De moppenavond. Hè? De vedetten. De vedetten, pardon. Ja, ik vond het juiste woord niet. Dus dat zit allemaal in dat Limburgs Amusementstheater. En dat loopt ook allemaal heel goed. Die zalen zijn onmiddellijk uitverkocht. Dus dat is zeker niet iets wat gaat doodlopen. Ja, en als actrice, dan je staat er op het podium. Je krijgt ongetwijfeld heel veel reacties. Hoe ervaar je dat, die reacties? Want die zijn, ja, ik veronderstel... voornamelijk positief, of bijna allemaal positief. Krijg je soms ook zo van, daar moet je toch wat meer op letten? Wel, je hebt altijd van die mensen die dat heel leuk vinden om kritiek te geven. Ja, en toch? Meestal is kritiek opbouwend en dan kan je er iets mee doen. En dan heb ik het heel graag, want dat wat kan verbeterd worden, moet zeker verbeterd worden. Ik vind het nu wel leuk, en dat is misschien wel door het kleinschalige van de Roxy, als ik het zo mag noemen, want zo kleinschalig is het dan ook weer niet, dat mensen heel warm zijn in hun opmerkingen en dat het zelden gaat om afbreuk te doen. Nee. Maar dat er wel eens iets zal gezegd worden van, verstonden we niet goed, of was dit, of was dat, goed, want daar kunnen we dan mee omgaan, dat zijn opbouwende opmerkingen. Wat ik de voorbije jaren niet zo heb gekend. Ik ken dit eigenlijk pas... Dit is dan succes. Hè? moet je niet onbescheiden. Wat heel relatief is. Maar mensen die je nadien aanspreken, mensen die je op straat nadien aanspreken... En, dat is echt en die wel een BV ja, dat hier in het zitteruit bent. Nou, mag ik dat zijn, Kathleen? Nu gaat die camera zo rode wangjes tonen waarschijnlijk. Maar god, nee, ik bedoel, het is, laten we, ik ben met mijn voeten heel goed in de grond geaard. Maar het is wel aangenaam
omdat de mensen zeggen niet van, oh, het was goed. Maar de mensen zeggen, we hebben ons toch zo geamuseerd. En dat is veel mooier dan, jij waart goed. Of, oh, jij hebt goed gespeeld. Nee, we hebben ons geamuseerd. We hebben gelachen. En daarom komen de mensen ook naar de Roxy. En daarom komen de mensen. Maar ik denk nu ook aan de Bolleke. Dan krijgen we vaak dezelfde reacties. Mensen gaan daar naartoe niet om de grote K te zien, maar om zich te amuseren en om te lachen. En ik ben altijd verwonderd dat mensen ook wel details zien en dingen achter het stuk zien van, ja, het is wel gewoon meer als een dialectmoppeke. Er zit gewoon ook wel meer achter. En mensen horen dat. Mensen gaan dat echt wel opzoeken. Dus ja, is dat leuk. Dat zijn leuke complimentjes, ja, absoluut. En 2013 zal gewoon verder gaan zoals 2012 geëindigd is. Je staat opnieuw op de planken in de Roxy met een stuk Vriendinnen. Kan je daar iets meer over vertellen? Met wie speel jij daarin? Ja, Vriendinnen is een prachtig stuk. Misschien moet ik voor degenen die Nonsens gezien hebben. Mijn twee supernonnen die ik mee had, die zijn van Kortenaken. Die dames hebben dat stuk gespeeld. Ik heb dat 2010 daar gezien en ik was plat. Het is een ongelooflijk sterk stuk. Het gaat dus over twee vriendinnen. Daar moet niet veel rond verteld worden. Twee vriendinnen, twee hartvriendinnen, twee boezemvriendinnen, die eigenlijk elkaar door heel het leven begeleiden. Van 16 jaar tot stervensdatum eigenlijk. Is dat een billenkletser? Nee. Is dit herkenbaar? Absoluut. Gaat het om te lachen zijn? Ja, omdat het zo herkenbaar is. Want heel vaak wordt er gelachen met herkenbaarheid. Als ik denk aan Marina, ik weet dat ik elke avond iemand in de zaal had die zei, oh, maar ik heb een geburenvrouw en ik heb een... Dus dan maakte het zo grappig dat het herkenbaar is, dat het niet iets uit de lucht gegrepen is. Het is gewoon zo realistisch dat het er weer om te lachen is. En Vriendinnen heeft die kracht. Het is een ongelooflijk sterk stuk. Dus ik hoop ook dat ik en Hedwig, met wie ik het ga spelen, dat ook zo gaan kunnen overbrengen zoals ik het ooit heb ervaren. En moeten jullie ook echt vriendinnen zijn om dit stuk te kunnen spelen? Want het is ook een heel ingrijpend stuk. Het is een enorm emotioneel zwaar stuk. Ik weet dat die twee dames, dus van wie ik het gezien heb, boezemvriendinnen zijn. Zoals het stuk. Ik ken Hedwig vanuit NST. We hebben samen de Ronde van Vlaanderen gespeeld. Ook een stuk wat ik absoluut ooit eens graag wou doen. En via het NST heb ik die kans gekregen, samen met Stefanie Mente ook. En dat was zo een vrouwenclubje met drie, wat op zich al niet evident is, hè, die nooit ruzie hebben gemaakt, die absoluut geen greintje... Ja, nu komt het Duitse eifersucht, omdat dat zo'n typisch woord is wat ik daaraan link. Dat was gewoon leuk, van het begin tot het einde, elke repetitie. Hard werken, hele zware tekst. Maar een enorm fijne sfeer, waardoor Hedwig en ik ook zo'n band hadden. Ook al is die nog maar 3 jaar oud en is dat geen dagelijks contact. Van iets van, oh, wij moeten samen eens iets doen. Wij moeten samen echt eens een stuk doen. En ja, vorig jaar kwam ik op het idee van Vriendinnen. We hebben dat aan Yves voorgesteld, aan Yves Caspar. En die ging er meteen mee akkoord om dit stuk ook op te nemen in Roxy, dus nu Limburgs Amusementstheater. En het zal ook iets helemaal anders zijn dan de bingo, waar de mensen jou eigenlijk als de marginale gezien hebben. Ja. In Nonsens als de zangeres. Nu weer iets totaal anders. Wel, het is zeker niet de moederoverste die ze gaan zien. Het is ook niet Marina. Ja. Maar ja, ik vermoed dat er ook weer reacties gaan komen van, ah, dat is ook weer iets voor u. Dat hoor ik dan nogal heel vaak de laatste tijd. Ah, dat was juist een rolletje voor u. Nu, tussen moederoverste en Marina lagen twee werelden. Dus ik zie dat als een heel groot compliment. Dit stuk nu gaat een super uitdaging zijn. Gaat een uitdaging zijn om zoveel emoties van een 16-jarige tot een 86-jarige te kunnen brengen. Het is ook qua tekst een hele uitdaging. Maar de mensen gaan ervan genieten, absoluut. En heb je dat zelf ook nodig als actrice? Om die verschillende rollen te kunnen spelen? Want het is natuurlijk vrij gemakkelijk om je in... Ik zie dat acteurs van bijvoorbeeld De Kampioenen, die spelen heel hun leven bijna dezelfde rol. Het is vrij gemakkelijk, ze zitten erin en ze laten het los. Maar je hebt nu eigenlijk heel veel verschillende dingen toch al gedaan. Is dat moeilijk? Is het moeilijk? Ik hoef het ook maar een bepaalde periode te spelen. Hè. Ik ben niet elke dag met familie bezig of met thuis. Ik doe het gewoon heel graag. Ik heb genoten van de eerste moment moederoverste. En ik heb ook genoten van Marina. Omdat het misschien juist zo twee uiterste types zijn.
wat nu voor mij staat, vriendinnen, staat heel bij het realistische. Staat ook een stukje bij mezelf, bij mijn ervaringen die ik gemaakt heb als vrouw. En als vriendin van. Dus het gaat moeilijker zijn, omdat er... Het mag niet ik zijn, het moet een vriendin zijn. Dus dat is zeker een uitdaging om nu in een rol te kruipen die bijna ik zou kunnen zijn en toch weer net niet ik. En ja, dat is wel spannend. Kathleen, we gaan er even uit voor een beetje muziek. Dat is heel fijn. Maar we gaan zo dadelijk verder babbelen over je nieuwe projecten voor 2013 en nog veel meer hier op Trudeau FM. Tot zo dadelijk, Kathleen. Tonelok en Wild Thing hier op Trudeau FM. En ondertussen zit Kathleen Smolders er nog altijd bij. En mijn collega Joris gaat daar weer onderwerpen aan een spervuur van vragen. Doe maar, Joris. Zo is dat, Tim. Kathleen, je hebt je juist gezegd, 2013 speel je Vriendinnen dit jaar. Dus zijn er nog andere projecten die op jouw agenda staan voor het komende jaar? Wel, we gaan met Nonsens ook op tour. Spijtig genoeg tot nu alleen maar in Kortenaken, dat is dus morgenavond. Ik moet er geen reclame voor maken, want de zaal zit boordevol. Ik zou daar heel graag nog wel mee rondgaan, want het was echt wel leuk, een leuke team. En inderdaad dan Vriendinnen. En dan mag ik misschien een primeur verklappen. Ja, heel ik graag Ik weet hier niet bij of de Roxy al zo blij gaat zijn, maar er komt een Bingo 3. Dames en heren, we hebben hier een primeur op Trudeau FM. Ze heeft het Absoluut, gezegd. Er komt een Bingo 3. Dus. En voor wanneer gaat dat zijn? Gaat dat voor 2013? Het zal 2013 nog zijn, maar ik weet het eigenlijk maar van 5 minuten geleden voor ik naar hier kwam. Echt wel een primeur. Dus hij is dankjewel, heet van de pers. Ja, absoluut. Dankjewel, ja. Daarvoor. Ik dacht trouwens dat er maar 2 bingo's waren. Ja. Er is blijkbaar nog ooit wel, een derde geschreven. Dachten wij ook. Maar ik denk dat iemand van de toeschouwers heeft doorgegeven dat er een Bingo 3 is en die moet dus bewerkt worden. Dus we hebben de vraag gekregen of we nog willen verder gaan. En ja, dus ik denk wel dat iedereen gaat terug mee instappen om die Bingo 3 tot leven te roepen. Ja. Dat was iets ongelooflijk hier in Sint-Truiden. Ik heb het juist ook al tegen jou gezegd, naast de productie van Christophe Eelen, heeft het hier echt wel iets met Sint-Truiden gedaan, de Roxy en de producties waar jij in meegespeeld hebt. Oh ja, ik kan dat zelf moeilijk zeggen natuurlijk. Hè. Ik weet wel dat Bingo een ongelooflijke naloper heeft gehad, dat ik weken nadien, en dat heeft niks met ego te maken, maar gewoon de warme mentaliteit die er heerst van de bezoekers. Dat je over de markt stapt en dat mensen hey Marina roepen en dat je denkt van wie was dat? Maar je weet heel duidelijk, ja, die zijn naar Bingo komen kijken, want ik heet nog altijd niet Marina. En zelfs de marina's die zijn komen kijken, vonden het heel leuk. Ja, dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Ja, en dat heeft te maken met het herkenbare van de rol. En dat mensen het gewoon ook super grappig vonden. En dat ze goed hebben kunnen lachen. En we hadden ook bang voor Bingo 2, maar dat is altijd moeilijk. Een tweede stuk, wat gaat dat geven? En gaan de mensen het wel zo leuk vinden? Maar juist omdat er nog een extra koppel bij kwam, had het meer dimensie. En vond iedereen het, oh ja, maar dit is ook wel een leuke Bingo. Dus ja, laten we maar uitkijken naar Bingo 3. Ja, ik kijk er alleszins naar uit. Zeker en vast. Ja, en wat ik ook vreemd vind, van hoe extreem je daar was. Hoe serieus ben je nu hier? Ja, ben ik serieus? Ja, je bent... Ja, ik vind het een beetje bizar. Maar dat zal wel... Dat heeft te maken met die cameraman die hier rondloopt, ja. Kevin, hou je een beetje gedijst daar op de achtergrond. Kathleen, we hebben het juist al verschillende keren gezegd. Je hebt 2012 heel veel rollen gespeeld. Een marginale vrouw, een musicalzangeres. Welke rol ligt eigenlijk het kortste bij jouzelf, bij jouw eigen persoonlijkheid? Dat is nu wel een heel moeilijke. Hè? Nu ga ik heel serieus moeten doen. Goh, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Als je bijvoorbeeld alleen thuis bent, loop je dan ook te zingen, bijvoorbeeld? Wel, ik heb echt waar. Ik ben jaren 's morgens opgestaan en 5:15 was het. Dan was er een super vettige soul op de radio. Ik spreek nu de tijd dat ik in Duitsland werkte en ik ging al zingend naar het werk. En dat heb ik echt heel lang volgehouden. Ik denk jaren... 10, 20, ja, zeker. Of ik de laatste tijd nog doe, weet ik niet. Maar ik geniet nu ook van rust en stilte bijvoorbeeld. Dus ik weet dat ik zelf heel stil ben 's morgens. Het is misschien ongelooflijk en onbegrijpbaar voor veel mensen die mij kennen. Maar ik ben stil tot ik in de auto ben. En dan gaat die radio aan en dan ben ik aan het zingen. Ja.
En voor een rol als Marina, waar haal je dan je inspiratie? Ga je daarvoor mensen spotten, mensen observeren? Ja, er is toch niks zo leuk als op een terrasje zitten en mensen bekijken. En dan zeggen, daar is ze. Daar is ze. En je pikt van iedereen een beetje op. Ik weet dat ik ook vroeger mijn rollen heel vaak aan iemand dacht. In de vriendenkring of mensen die je kent, gewoon van zien of van horen praten. Dat je zegt van, oké, dat is zo wel het typetje waar ik naartoe wil. Of een tik die ik overneem. Ja, tics, ja. Maar ik ben geen tv-kijkster. Dus ik kan echt niet zeggen van, ik imiteer iemand van tv. Want ik kijk absoluut nul tv. Dus vraag mij niet, maar nu lijkt je precies op actrice, puntje, puntje. Maar ik zou het niet weten. Dus tics overnemen, god, ja. Ja, vaak zijn ook eigen tics. Hè. Mensen gaan ook bepaalde tics van jezelf herkennen en zeggen, maar dat doe je anders ook. Bijvoorbeeld mijn lachen, dat kan ik niet verstoppen. Hè. Ik heb zo'n beetje een geitje als ik lach. En wel, dat geitje, dat komt erdoor. Hè. Dat kan ik niet verstoppen. Je hebt ook heel veel teksten moeten uit het hoofd leren het komende jaar. Dus die keer zo enkele rimpeltjes tevoorschijn komen. Wanneer en hoe studeer jij je teksten? Ja, is dat samen met iemand anders of doe je dat op je eentje? Vertel. Als er nu iets aan toneel niet leuk is, dan is het tekstblokken. En dat spreek ik voor mezelf. Anderen vinden het misschien heel fijn. Dus voor mij is het opdracht. Het is echt discipline en zeg oké, aan de bureautafel, blokken, blokken, blokken. Nu, ik leer het gemakkelijkst samen met de anderen. Dus ik leer eigenlijk het meeste op de repetitie zelf. Maar stukken als nonsens en zeker nu vriendinnen vragen tekstkennis voor de repetitie. Dus de afspraak is, we kennen onze tekst voor naar de repetitie gaan. En dat is zoals vroeger woordjes studeren van Latijn of van Frans. Echt met het kaartje en blokken, 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 blokken en herhalen. En ik probeer elke avond voor ik ga slapen ook nog eens de tekst. Hij ligt op het wc, dus elk moment dat ik op wc ben, moet er tekst geblokt worden. Ik heb de liederen van Nonsens, die heb ik eigenlijk op een cd'tje opgenomen. Dus ik ben dan naar de studio gegaan van Danny, die ons begeleid heeft. Daar heb ik alles ingezongen, zodat ik in de auto mezelf moest horen. Heel raar in het begin. Maar goed, zo heb ik dus mijn liedjes teksten wel erin gekregen. En kan je zo'n rol makkelijk loslaten als een productie afgelopen is? Of blijf je nu, jij wordt er wel constant nog over aangesproken, maar blijf je dat ook nog een beetje? Of zeg je van, de laatste voorstelling is gedaan en de rol ligt naast me? Wel, Marina is heel lang blijven hangen, omdat het zo'n lekker vettig madameke was. Dus als je als vrouw zo'n tussendoor mocht doen, ik ga dat natuurlijk niet doen bij mensen die het niet gezien hebben, maar in de vriendenkring, die dan toch talrijk zijn komen kijken, laat ik af en toe nog wel zo'n Marina-spreuk los. En iedereen weet dan wel, ja, dat is Marina. Maar uiteindelijk heb ik het wel gezegd. Dus ik kan mij door die rol iets meer permitteren. Ik kan me nog heel goed herinneren, de eerste keer bij de Bottlekeier, dat ik... Mag ik op de radio van die vieze woorden zeggen? Ja, doe maar. Kust mijn kloebete, mag ik zeggen. Ja. Dat is voor een... Ik zag mensen, allee, dan vooral vrouwen, zo echt kijken van... Oh, wat zei Dana? Maar dat is een bevrijding geweest. Als vrouw dat je dat zo mag... Dus dat zijn van die dingen die Marina zich ook mocht permitteren. En ja, dat is fijn natuurlijk. Hè? Moederoverste is lang blijven hangen. En ik merkte gisteren bij de repetitie, dat we toch nog hadden de nieuwe scène, hoe snel de tekst toch wel weggaat. Dus op een week tijd merk ik van, die moet ik nog wel eens nakijken. Dus je laat het los, ja. Ook omdat ik niet fulltime actrice ben. Het is maar een hobby. En ik heb overdag ook nog andere dingen in mijn hoofd te stoppen. Dus ik moet het heel snel loslaten, ja. Ja, daar gaan we het nu even over hebben. Dus theater is niet je hoofdjob, ondanks de vele stukken die je hebt gespeeld. De vele teksten die je moest van buiten leren. Welk soort werk doe je eigenlijk buiten het acteren? Ik ben van opleiding kinesist. Dus dat heb ik ook lang in Duitsland uitgeoefend. En de laatste jaren ben ik... woningsadviseur en vormingswerker. Dat klinkt nu zo heel vreemd, maar ik werk op een kantoor in Hasselt dat advies geeft aan personen met een beperking of met een handicap, want daar is tussentijds ook een beetje discussie tussen het woord beperking of handicap. Dus ik adviseer hun hoe ze hun huis het best kunnen inrichten in functie van. En daar geef ik ook vorming in, dus het communiceren met personen met een beperking. Dus eigenlijk een heel andere richting dan wat ik gestudeerd heb, maar dat doe ik halftime. En de andere halftime ben ik als kinesist bezig. Ja. Dus ik ben fulltime aan het werk. Ja. En dan nog eens een fulltime erbij op theater? Ja, dat was het voorbije jaar toch zeker, ja. Valt het allemaal goed te combineren of zijn er echt wel periodes dat je zegt van verdorie, had ik het toch maar niet aangenomen? Ja, dat denk ik op het moment dat ik met een tekst moet blokken.
Maar we hadden deze namiddag repetitie en ik kende mijn tekst die we dus eergisteren hadden doorgenomen. En dan is dat weer zoiets van, oh, heerlijk toch, als je hem één keer in je hoofd hebt. Vergeet je hem soms ook? Gebeurt dat je blackouts krijgt? Dus ik had, ja, dus gisteren op de repetitie had ik even een blackout van Moeder Overste. Maar ik zat dus ook al met die andere tekst. En dat wil ik net zeggen, je bent heel druk bezig op het werk. Ik hots dus ook naar twee verschillende jobs. Hè, voormiddag kiné, namiddag adviseur. Halftime vraagt eenmaal heel veel inzet. Omdat je op die halftime heel veel moet werk verzetten. Dus het is hard werken en dan thuiskomen en andere tekst. Maar ik zei net al, ik kijk dus absoluut geen tv. Ik denk als iedereen moest de uren achter de tv uitsparen, dan heb je tijd om tekst te blokken en op repetitie te gaan. Je moet prioriteiten leggen in ja, het leven. Absoluut. Is er nog een rol die je zegt van, als ik ooit de kans krijg, zou ik die heel graag spelen? Ik weet het niet meer, want ik heb dus echt als ja, jong meisje absoluut een musical willen doen. En ja, ik heb er nu ene mogen doen. Ik wil best er nog ene doen. Romeo en Julia? Wel, Romeo en Julia hebben we mogen doen bij Phil Kevin. Hè. Ik heb ooit eens met Phil Kevin ook meegedaan, maar dan mochten we lippen. Hè. Werd niet meegezongen. Maar ik weet de sfeer daar zo tussen dansen en die kledij van een Romeo en Julia, dat was gewoon fantastisch. Hè. Ik bedoel, die jurk wil ik morgen terug aandoen. Dat was fantastisch. Dus ik heb voor een stukje mogen doen wat ik echt heel graag had willen doen, een musical. Zijn er dingen die ik nog wel wil doen? Ja, absoluut. Ik zou heel graag tekenfilms willen inspreken. Maar dan ga ik even buiten Sint-Truiden moeten gaan, denk ik. Ja, ik denk niet dat hier tekenfilms gemaakt worden. Misschien is het iets waar wij mee kunnen starten, wie weet. En als je zo naar... Je kijkt weinig tv, maar je zal wel een aantal acteurs, actrices kennen, omdat je ook in het wereldje zit natuurlijk. Wie is jouw voorbeeld? Heb je zo iemand waarvan je zegt van, kijk, als die komt in Sint-Truiden of in Hasselt, daar ga ik zeker nog eens naar kijken. Ja, ik moet dus eerlijk bekennen dat ik de laatste 2 jaar, omwille van het drukke toneel, heel weinig ben gaan kijken. Ik weet wel, als kind was ik enorm getroffen door heel veel acteurs. Ik ben Nian de Clair van, omdat hij mij als jong meisje enorm heeft kunnen raken. Als we met school moesten naar toneel gaan. Ik heb, ja, de Lucas van den Einde vind ik een sterk figuur, maar dat heeft ook te maken met het feit dat hij jukebox heeft gebracht en dus ook kan zingen. En ik ga geen namen, want ik ben heel slecht in namen onthouden, maar er zijn zeker mensen, een Else Schepper bijvoorbeeld, ik heb heel vaak gedacht, dat had ik moeten zijn. Had ik de ballen gehad en had ik het gedurfd, ja. Ik vind het ja, heel sterk wat ze doet. Dat ze zich durft lelijk maken, dat ze zich durft belachelijk maken, dat ze durft zingen, dat ze durft mooi zijn, dat ze durft vrouw zijn in heel haar wezen op een scène, vind ik fantastisch. Ik vind dat, dus daar heb ik wel respect voor. Als het gaat over film, zit ik eerder aan een toch wel droge versie van Meryl Streep, maar ik vind haar een fantastische actrice. Absoluut, ik ben het helemaal met jou eens. Kathleen, een beetje een actualiteitsvraag die ik ook wel aan jou wil stellen. Dus is de laatste tijd wel wat discussie rond theateracteurs. Mogen die nu in soap spelen of mogen die nu niet in soap spelen? Wat is jouw mening hier rond? En zou je zelf, het kan wel gebeuren dat je de kans gaat krijgen om op televisie iets te doen, dat ze die vraag gaan stellen. Hoe zou je daarop reageren? Wel, ik weet heel goed waarom ik toen ik 17, 18 was, niet de keuze heb gemaakt naar de toneelschool te gaan. Er waren toen 3 toneelscholen en toen toneelhuizen in België of in Vlaanderen. De angst om niet aan het werk te zijn. Dus werd ik kinesist. En dat blijft mij bij als ik denk, waarom gaan acteurs nu in soaps meedoen? Ik kijk ze niet, maar natuurlijk, je kan nergens in een huiskamer binnenkomen of er is wel ergens een soap bezig, dus ik weet waarover het gaat. Mogen die mensen dat van mij doen? Ah ja, natuurlijk. We willen allemaal toneel spelen. We willen een andere figuur zijn, iemand anders uitbeelden, ons geven in een andere rol. God, en als dat in een soap is, ja, goed. Dan heb ik tenminste de kans om iets te doen. En ook, denk ik, een stukje broodwinning. Dat mogen we toch niet vergeten. Als ik hoor dat een Veerle Baten, die toch wel een fantastische actrice is, moet gaan aan de kassa staan om tickets te verkopen. Allee, bedoel, we hebben zo sterke madammen in België rondlopen. En die moeten dan gekke dingen gaan doen. Wel, dan mogen die van mij ook een soap. Het nadeel zou kunnen zijn, zoals je daarnet ook al zei, dat ze dan de stempel krijgen en blijven in die kampioenrol hangen. Maar tot nu toe hoor ik er weinig van klagen dat ze daar ongelukkig mee zijn. Dus wie ben ik om te zeggen, dit mag niet. Het is hetzelfde als van de kunst, hè. Is humor en lachen, is dat kunst? Ja, voor mij is dat kunst, ja. Ja, als ik naar het nieuws kijk, zou ik veel liever hebben dat ze daar iets leuker zouden vertellen. Dus blijkbaar moet het een kunst zijn om iets leuks te kunnen vertellen. Dus van mij krijgt dat ook een K.
Ja. Voilà, een heel uitgesproken mening. Kathleen, we danken jou voor de komst naar de studio. Het was een ontzettend leuk interview, maar we gaan jou niet laten gaan zonder nog even te zeggen, wanneer kunnen we jou aan het werk zien in Vriendinnen? Want dat is nu de eerstvolgende productie. Dit jaar over een aantal maanden al. Wel, dus maart, heel begin maart. Ik ga even de juiste data erbij halen. Toevallig heb ik die bij, hè. Vrijdag 8 maart, 9 en 10 maart en dan 16 en 17 maart. En daar zijn al heel veel tickets van verkocht, dus de twijfelaars mogen absoluut niet meer langer twijfelen. En reserveren bij de Roxy? Best via de Roxy. Zij hebben de zaterdag voormiddag altijd hun reservatiemoment, maar ik denk ook via de gsm kan het ook wel tussendoor. Ja. Dus, En de nummer is te vinden op de site en we gaan hem hier ook nog eens op onze website zetten. Kathleen, vertel nog eens even, waarom moeten de mensen naar Vriendinnen komen kijken? Omdat het zo een realistisch, herkenbaar stuk is. Iedereen die ooit een vriendin heeft gehad, die ze boezemvriendin heeft genoemd of een goeie vriendin heeft genoemd, moet dit stuk zien, omdat het zo herkenbaar is. En mannen gaan het ook leuk vinden, omdat ze heel vaak gaan denken, das justitas. Voilà, ik heb al kaarten gereserveerd. Ik ga komen. Kathleen, ik dank je ontzettend voor de komst naar de studio. Het was een heel leuk en warm interview. Dank je wel. En heel veel succes verder in 2013 en natuurlijk de rest van jouw carrière. Dank u.